Ja, en dan zal je zien dat ingenieur zijn toch niet zo gemakkelijk is. Vanaf het eerste jaar al word je opgeleid expliciet als industrieel ingenieur met oog voor toepassingen, maar gebaseerd op heel een wetenschappelijke fond. Vooral wetenschapsvakken zoals wiskunde, fysica, dynamica, elektriciteit. Vier verschillende pijlers. De pijler ingenieur en wetenschap, de pijler ingenieur en technologie, de derde is ingenieur en maatschappij en last but not least ingenieursbeleving, waar we de verschillende disciplines samenbrengen en de student via projecten laten inteamwerken, laten presenteren enzovoort. Onze studenten komen zowel uit ISO en TSO. Het is ongeveer 50-50. ISO-studenten voelen zich vaak iets beter bij de meer wetenschappelijke vakken. TSO-studenten voelen zich dan iets meer voorbereid op de praktijkvakken. De bedoeling is dat na het eerste jaar zowel de wetenschap als de praktijk voor al die studenten op hetzelfde niveau is gebracht. Ik vond dat naar heel leuk en interessant, net omwille van het feit dat hier enorm veel aandacht wordt besteed aan de praktijk. Dus er heel veel tijd voor labo's. Voor de meeste studenten vormen die practica ook een van de meer aantrekkelijke aspecten van onze opleiding. Kunt jij eigenlijk je vermogen gaan bepalen? Dat maakt ook dat je de theoretische vakken beter kan begrijpen en dat je daar echt feeling krijgt met de materie die je studeert. Soms hebben studenten een beetje schrik van een heel specifiek vak. Wiskunde is wat dat betreft een klassieker, maar eigenlijk is dat niet nodig. Zeker op deze campus zijn ze veel meer bezig met jou eigenlijk helpen die stap te maken van middelbaar naar universiteit. De campus daarna is iets voor jou als je wat meer begeleiding wilt of nodig hebt. Dat doen we op verschillende manieren. Door monitoraat, door soms aanvullende sessies of persoonlijke begeleiding. Een van die manieren is bijvoorbeeld dat we de grote groep gaan opsplitsen in verschillende kleine groepjes. En in die kleine groepjes krijgen studenten dan zowel oefeningen als labo's en worden ze eigenlijk op een heel individuele manier begeleid.